Ik ben onderweg naar mijn tweede afspraak. Ik heb vanmorgen even niet zo snel kunnen filmen, omdat ik het gewoon heel druk had en heel snel moest. En ik ben net naar Simply PR geweest met merken zoals Gosch en Aveda en dergelijke. En nu ben ik naar Dijkman toe. En daar hebben we ook een aantal hele leuke merken, dus daar ga ik jullie ook naar mee naar heen nemen. En dan zien jullie wat daar allemaal nu is voor de feestdagen. Dijkman geweest en echt zo lief. Ik hoop dat ik het even kan laten zien zo in de andere hand. Ik kreeg daar natuurlijk een goodiebagje mee, maar ik heb deze ook weer gekregen. En ik vertelde jullie vorige week op Instagram dat die op was gegaan en ik heb hem nou eens weer gekregen. Dankjewel Karin, ik ben er super blij mee. Ik ga hem echt weer elke dag dragen. Iedereen vraagt ook altijd mij, oh wat een lekker geurtje heb je op. Nou, Lacoste Eau Sensuelle is dat, perfect. Nou, ik ga nu naar een One 1x1 event, one-to-one event van Smashbox. En daar krijg ik een soort van workshop over hoe je moet shapen. Ik shape eigenlijk al elke dag. Niet heel erg natuurlijk, niet heel extreem of iets dergelijks. Maar altijd een beetje hier en aan mijn kin natuurlijk. En ik ben heel benieuwd of hij nog mijn tips kan geven. Dus ik ben echt hier wel echt het meest enthousiast over de hele dag. Dus ik ga zien wat hij me gaat vertellen. Dus ik ben er nu bijna, dus ik ga nu heen lopen. Dus ik ben benieuwd. De basis is nu aangebracht. Zou je daar extra voor make-up aan? Ziet er tot nu toe echt heel mooi uit. En nu gaat Will straks mij ook opmaken van mijn lippen en shapen. Maar ik heb nu in de basis een primer, een concealer, een foundation, een poeder, wenkbrauwen, dat is allemaal gedaan. Sorry about the interruption. Hij heeft op dit moment alleen maar eyeliner en oog, of eigenlijk alleen maar oogpotlood onder mijn ogen gedaan. Heel dramatisch. Echt een beetje smoky eyeliner onder. Dus hij heeft niks op mijn ooglid gedaan. Ik vind het erg mooi. Ik ga het zeker vaker thuis doen. Het is echt een beetje smoky, dramatisch, maar dan aan de onderkant. And what do you think of intense eye and intense lip together? Leopard is a big thing this season, so we're seeing quite a bit of smoky eyes and red lips together. Then just a contour cheek with a bit of no blush. It's a very nice modern interpretation of that late rose, of that dramatic look of the late 70s, early 80s. Yeah, because in Holland, it's like or eyes or lips. Mm-hmm. I like both. Yeah, I always do both. Yeah, this season we've definitely seen a comeback for both. Yeah. There's a good lip. Love it, thank you. En ik sta nu al een tijdje op het station, want helaas zijn bijna alle treinen naar Groningen uitgevallen, want er is een wisselstoring. En ik had eigenlijk al nu bijna thuis kunnen zijn, maar ik ben nog in Amsterdam. Dus ik ben op zo'n 3 uur thuis. Nou, je hoort waarschijnlijk nu. Als gevolg van een wisselstoring van en naar Weesp zijn voorbij. Nou ja. De vertraging zal geleiden. Ze zeggen dus dat het nu voorbij is, maar ik vraag me af, komt er voor zo'n trein aan? Dan zou ik als goed om 11:15 thuis zijn. Terwijl ik eigenlijk al om 9:00 thuis geworden zijn. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik ben nog even bezig shoppen. En ik heb geshopt bij Yankee Candle. En eigenlijk, omdat eigenlijk alle bloggers zo enthousiast over waren, was ik eigenlijk wel zoiets van,
Ik wil eigenlijk wel weten hoe goed het dan is, want ik ben dan wel heel benieuwd. Als iedereen zo lined enthousiast over is. Dus ik heb een aantal kleine kaarsjes en een grote kaars gekocht. Voor mij vond ik echt heel veel geld voor geurkaarsen, want ik hou echt van geurkaarsen. Maar zoveel geld heb ik nooit aan geurkaars uitgegeven. Maar ik vond dat ik het wel een keer verdiend had naar het succes van mijn blog op dit moment en van mijn salon. Dus nou goed, ik hoop dat de trein zo aankomt en dat ik op tijd nog een beetje thuis ben om thuis nog wat te doen. Ja, de trein! Hij komt eraan, we hebben een trein.